15 miljoen euro, dat is het bedrag wat de gemeente Deventer waarschijnlijk moet gaan bezuinigen. Maar waarop, dat is de vraag. Vanaf de Stroommarkt kijk je naar Actua van woensdag 20 oktober. Goedenavond. Werksessies en een interactieve website moeten ervoor zorgen dat u en ik meedenken bij wat de gemeente moet gaan bezuinigen en waar ze eventueel op kunnen gaan verdienen. Aan tafel hebben we Henk Oosterwijk van de Ulebelt en Gerard Petersen van Rechtop. Jullie hebben allebei deelgenomen aan een van de werksessies. Welkom allebei. Dankjewel. Heeft u het gevoel dat u iets heeft kunnen bijdragen in de werksessies? Ja, dat denk ik wel. Het punt is dat die werksessie die ik bijgewoond heb, was de tweede sessie. Ik weet niet hoe die ervaring dan op zo'n moment al is, hoe dat allemaal overkomt. Er waren volgens mij heel wat goede ideeën in het gedeelte ruimte en projecten. Het ging voor een groot deel over duurzaamheid, natuur en milieu. Er waren ook heel veel ideeën op dat gebied. Wat er vervolgens mee gebeurt, dat heb ik gezien op internet. En daar kun je al die dingen nalezen. Je kunt ook nog commentaar leveren. Wat je opvalt is, ik denk dat weinig mensen dan de weg kunnen vinden na die vervolgstap. Daar gaan we het zo over hebben, maar heeft u okay. In ieder geval het gevoel dat u iets heeft kunnen bijdragen? Ja, absoluut. Ja. En hebben jullie het gevoel dat jullie iets hebben kunnen betekenen? Of nou ja, in ieder geval met elkaar in de sessies waar wij bij zaten, was met name meedoen in de samenleving. En daar kwamen een heleboel leuke ideeën op tafel. Niet alleen waarop je kan bezuinigen, maar ook waarop je kan verdienen. Want dat is uiteindelijk denk ik de mooiste uitdaging van in plaats van bezuinigen, waar kunnen we iets verdienen? Ja, en ik denk dat het zeker zinvol is geweest. In ieder geval, we hebben een kans gehad om onze stem ook te laten horen. Okay. Voordat we werkelijk te horen gaan krijgen, hoe gaan ze het nou aan verdelen uiteindelijk? Ja, nou, komende vrijdag is de laatste aflevering van Deventer Bezinnigd. In dit programma werd verslag gedaan van Deventer Bezinnigd, een van de werksessies. Op grote papieren tafelkleden kunnen belangstellenden ideeën opschrijven om te bezuinigen, maar ook om te verdienen. Iedere week is er een thema, zoals jeugd, samenleven en meedoen en economie en cultuur. Ook zijn er speciale wijkbijeenkomsten. Op deventer.nl/deventerbezinnigd staat een lijst aan opties om te verdienen of te bezuinigen. Maar hebben die werksessies wel zin? En wat betekent het voor in dit geval Rechtop en de Ulebelt als er bezuinigd wordt? Ja, wat staat er voor jullie op het spel? Dat is veel. Op onze subsidie wordt voorgesteld om daar 20-25% op te bezuinigen. En als je naar de huidige Ulebelt kijkt, dan zie je dus eigenlijk een bloeiende organisatie die de laatste jaren ook gegroeid is. En wat betekent dat, die 20%? Hoeveel geld? 100.000 euro. En wat zou dat betekenen op jullie organisatie? Ja, daar hebben we het als bestuur natuurlijk over gehad. En kijkend naar de voorgaande jaren waarin we ook dus eigenlijk bedreigd werden, zeg ik dan maar. Wat er dan gebeurt is dat onze kernactiviteit is educatie. Dus zorgen voor gedragsverandering bij scholen, basisscholen, voortgezet onderwijs. Maar ook bij de burgers van Deventer. Te proberen wat dingen over duurzaamheid over het voetlicht te krijgen. Dat zal waarschijnlijk minder worden. Dat zal minder worden. Maar de kernactiviteit is dat punt dus. En we hebben ook een kinderboerderij. Maar een kinderboerderij wordt gezien als een middel om onze doelen te bereiken. Ja. En de vorige keer dat we het erover hadden was het van dan moet er op die kinderboerderij bezuinigd worden. En de vorige keer was die bijna dicht geweest als er niet iets was gebeurd aan de subsidie. Okay. En nu, ik denk dat een van de eerste dingen is die weer voor het voetlicht komt. Wat staat er voor jullie op het spel als Rechtop zijnde? Voor Rechtop zijnde houdt het in dat we gewoon ook net zoals mijn overbuurman, dat je gewoon moet gaan bezuinigen in de middelen die je hebt. Daarnaast, als we zouden moeten gaan bezuinigen, houdt dat in van kun je blijven doen wat je nu doet en blijf je bereiken wat je nu bereikt. En als we kijken dat we in de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid zijn en dat we een grote bijdrage hebben kunnen leveren aan het feit dat mensen weer meedoen en weer naar buiten komen en weer wat gaan doen in deze maatschappij, uit hun isolement komen, meer contacten krijgen, dan is onze grootste zorg dat weer terug gaat keren. Dat het sociale isolement weer groter wordt en dat mensen de weg niet meer gaan vinden of gaan zoeken. Nu hebben we met name, wordt het ook gebruikt om juist de mensen op te zoeken waar het om gaat. Die stilstaan,
eigenlijk niet weten wat er allemaal gebeurt in Deventer. Dat probeert Rechtop toch uit te dragen. Ja, nu bent u bij een van die werksessies geweest. Hoe was de stemming daar? Hoe was de sfeer? Wat vond u ervan? De stemming was erg wisselend. Met name in de eerste werksessie was iedereen toch wel met name van in het begin erg angstig voor zijn eigen portemonnee. Wat al heel snel gebeurde is, en dat was wel heel erg leuk, is dat je toch met elkaar in brede zin tot oplossingen komt. En ja, het was op zich heel erg zinvol. Ook om met andere organisaties te kijken van, krijgen jullie hetzelfde probleem? Omdat je toch in die werksessie allemaal een beetje in hetzelfde werkveld zit. En dan kom je er ook achter met name dat je allemaal eigenlijk hetzelfde gevolg gaat hebben. In het feit van meedoen en samenleving. Ja, geldt dat voor een heleboel organisaties. Dat je dus die sociale armoede weer terugkrijgt. Dat mensen zich weer gaan verstoppen. En dat is erg jammer. En meneer Oosterwijk, bespeurde u veel zelfverdediging van organisaties en instellingen? Ja, er waren niet zo vreselijk veel mensen. Maar wat ik wel... Nee, dat eigenlijk niet. Maar wat je wel ziet is dat er dus... De mensen die aanwezig waren, die keken vooral naar de wat verdere toekomst als het gaat van... Hoe zullen onze kinderen en kleinkinderen het hebben? Maar was u ook gekomen als u niet op de rol had gestaan? Als optie? Je bedoelt voor als de Ulebelt er niet op had gestaan? Ik acht het... Nou, dan had er wel iets anders opgestaan op het gebied van duurzaamheid. Dan was ik wel gekomen, ja. Want jullie zijn niet bij alle werksessies aanwezig geweest. Wat is daar de reden voor? Toch afgehaakt? Of, Nou, het is al met al natuurlijk wel erg veel. Er zijn veel sessies. En je ziet wat op de televisie. Je kunt ook nalezen op internet. Ik heb dus wat er dus ingebracht werd door andere organisaties ook kunnen lezen. Natuurlijk niet alles. Maar je kunt het wel volgen. En je kunt ook nog invloed uitoefenen. En ik vraag me af of dat voldoende beseft wordt door de burgers van Deventer. Dat je via internet ook altijd nog kan iedereen bijdragen. Nog concrete ideeën weten neer te leggen? In zoverre concreet dat we in ieder geval ook binnen onze eigen organisatie zijn gaan kijken. Van waar kunnen we wat verdienen? En daar zijn we wel concrete ideeën aan het ontwikkelen. Maar dan ben je ook afhankelijk van hoe gaan we verder en wat blijft er uiteindelijk over. Want er staat een bedrag voor wat ze willen bezuinigen. Dat, het is de vraag. Nog ideeën ook kunnen zoveel aandragen ook buiten Rechtop om? Met name waar het dan om ging was zoek samenwerking. En dat kwam wel als een groot woord naar boven drijven in die werksessies met elkaar. En met name door echt samen te gaan werken kun je allebei wat verliezen en toch wat verdienen. Ja. Nu ben jij, bent u bij alle werksessies aanwezig geweest. Heeft u het idee dat u gehoord bent? Tijdens de sessies wel, absoluut. En in de gesprekken met elkaar en met andere organisaties werden we zeker gehoord. In de laatste sessies schoven er ook een aantal mensen vanuit de politiek bij. En dat vond ik op zich ook wel een hele prettige ervaring. Want dat geeft in ieder geval het gevoel dat je gehoord wordt. Ik ben wel heel erg benieuwd naar hoe de uitwerking nu vanuit de politiek gaat plaatsvinden. Want we zijn behoorlijk diep ingegaan, met name de laatste werksessies, op de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen. En ja, dan wordt er redelijk specifiek aangegeven van wat de effecten zullen zijn. Ik weet alleen niet of de politiek zo specifiek die effecten kan gebruiken in zijn bezuinigingsvoorstel. Ja, heeft u er vertrouwen in dat het goed komt met de ideeën die u aangedragen heeft? Ja, eventjes aansluitend wat je zegt, samenwerking. Dat was een van de ideeën die ik ingediend heb. Al die gesubsidieerde instellingen in Deventer bijvoorbeeld, die hebben allemaal ondersteunende diensten nodig. En eigenlijk zou je dat heel goed kunnen samenvoegen. En dat is in Apeldoorn bij Acres gebeurt dat ook. En dat is een kwestie van anders organiseren. Maar uiteindelijk levert dat een bezuiniging op. Dat kan een bezuiniging opleveren. Tweede punt is vertrouwen in. Nog steeds, laat het zo zeggen. In Deventer gebeurt veel op het gebied van duurzaamheid. Er zijn visiedocumenten, er zijn beleidsstukken gemaakt. En nu komt de uitvoering aan, oftewel het gaat geld kosten. En dan is het nog eventjes de vraag of het ook allemaal waargemaakt wordt. Ja, wel blij dat u aanwezig bent geweest? Jazeker. Geldt het ook voor u? Heeft nut gehad? In ieder geval het nut gehad dat je je geluid kon laten horen. Want laat je niks horen, ja, dan ben je sowieso weg. Want dan breng je niks in en kun je ook niet iets verwachten. Oké, ik wil jullie allebei hartelijk danken voor jullie komst. Komende zaterdag wordt Actua herhaald. En volgende week woensdag is er weer een nieuwe Actua. Fijne avond. Dag.